Dan geef mij de gelegenheid om Kees Mostel even te introduceren. Kees Mostel heeft een achtergrond als econoom. Er zijn er meer aanwezig vandaag. Hij heeft vooral ook een heel praktisch achtergrond. Hij is oud-directeur van de regionale dienst Werk en Inkomen. En in Groningen was dat, hè? Ja. Nee, hier vlakbij. Zij heeft het beeld bij de duursteden. Kijk eens aan. Hij heeft elke regio gehad. En hij is ook senior onderzoeker bij de Hogeschool in Groningen. Nou, u kent Kees Mostel mogelijk door zijn artikel over recht op werk en de melkertbanen. En een recht op werk, dat is iets wat al sinds het begin van de Partij van de Arbeid al in ons beginselprogramma hebben bestaan. En dat zal ik niet doen. Ja. Ik heb ook een beetje zijn lezenswaardige artikelen en analyses en vooral praktische adviezen kunt u ook terugvinden op de WBS-website. Want Kees weet ook heel goed de theorie en de praktijk te verenigen. En daarom kijk ik ook heel erg naar zijn lezing over onze arbeidsmarkt. Kees. Dankjewel, Dick. Kijk, dat zijn hem oplettende toehoorders. Hè? Jan Kees, wil jij even een borrelglaasje aanreiken? Dankjewel. Water, ja. Ja. Dames en heren, partijgenoten mag ik misschien ook wel zeggen. Mariette, je bent helemaal niet oud. In 2017, op 1 mei, werd er bij mij in Groningen gebeld. En wie stond er op de stoep? Een lid van de afdeling Groningen. Dankjewel. Een lid van de afdeling Groningen die mij een speltje kwam geven voor mijn 50-jarig lidmaatschap van de partij. Dus zo jong ben ik nog. Ik vind het leuk om met jullie hier te spreken over de basisbaan. En ik ben al zo oud, omdat ik ook Ad Melkert ken. En omdat ik een enorme bewondering voor Ad Melkert heb. Want hij was zijn tijd ver vooruit met de introductie van de melkenbaan. Daar ga ik het over hebben. Ik ga het uiteraard ook hebben over het project Basisbaan in Groningen, dat aandacht heeft gekregen, terecht. We hebben daar een echt project van gemaakt in Groningen. Mede door mij en door mijn collega's onderzocht. En ik loop even met u mee naar de EU, waar al beginnende bewegingen zijn van een jobguarantee-achtige aanpak. Allemaal mondjesmaat, maar het komt eraan. Ik probeer zo dicht mogelijk bij de micro te blijven. En net als Mariette, ik probeer me aan mijn tekst te houden. Anders duurt het veel te lang. De basisbaan is terug van weg geweest, is enigszins terug van weg geweest. En dat is buitengewoon goed nieuws. Maar we zijn er nog lang niet. Een toenemend aantal gemeenten doet vermoede pogingen, ondanks de hoge kosten, omdat er geen landelijke regeling is, om basisbanen te realiseren voor hun langdurig werkloze burgers. Noodzakelijk is een ja vanuit de landelijke politiek, liefst uiteraard een ja vanuit de nieuw te vormen regering, wat ik niet verwacht overigens. Ad Melkert, de architect van de Melkertbaan, zou na 30 jaar... na de start van zijn project en ruim 20 jaar na de onnodige en teleurstellende ondergang, eindelijk eerherstel kunnen krijgen. Maar waarom is eigenlijk dat project Melkertbaan gestopt? Niet vanwege gebrek aan succes. Dat wordt vanaf 2001 hard geroepen dat dat geen succesverhaal was. Ik kom daar straks op terug. Het was wel een succesverhaal. De Melkertbaan is de nek omgedraaid door de stevige, nou komt hij weer, neoliberale opmars begin jaren 90. Alfred Kleinknecht heeft er uitvoerig over gesproken. Dat heeft het politieke klimaat in die periode heel kort, een hele korte tijd, heel snel veranderd. U kent het verhaal uiteraard. Allereerst waren de sociaaldemocraten die in veel landen aan de macht waren beïnvloed door de opkomst van het marktdenken in het economisch-politieke debat. Verder was door de ondergang niet onbelangrijk van de Sovjet-Unie vrij breed het beeld ontstaan dat een liberaal-democratische maatschappijstructuur superieur was aan socialistische ingerichte samenleving. En parallel aan de Third Way gepropageerd door Tony Blair in Engeland, hield Kok
In 1989 gereden in Nijmegen en enige tijd later, in 1995, zijn beroemde draaiing, waarin hij, en nu komt het, ideologische veren van de PvdA afschudde of de ideologische veren van de PvdA afschudde. Er is nog steeds discussie over. In zijn Nijmeegse reden stelde Kok dat, en ik citeer, er geen alternatief is voor de maatschappelijke constellatie die we nu hebben, en dus heeft het geen enkele zin daarnaar te streven. Einde citaat. Daarmee gaf hij aan dat de bestaande maatschappelijke constellatie, de rechtsstaat in combinatie met de ontwikkelde West-Europese verzorgingsstaat, ook door de PvdA beschermd en gekoesterd zou blijven. Dat hij bij de uitlezing in 1995 sprak van een, ik citeer, een definitief afscheid van de socialistische ideologie en van de bevrijdende werking van het afschudden van ideologische veren, was dan ook geheel in lijn met de visie die hij in zijn Nijmeegse reden had vertoond. Velen hebben deze koerswijziging beschouwd als een omarming door de PvdA van het sociaal-liberalisme van de derde weg. Die meer klassieke sociaal-democratische stroming binnen de Partij van de Arbeid, door sommigen ook wel de vakbondsvleugel genoemd, zou de slag volgens Paul de Beer hebben verloren. Er is mijn zinsies ook een andere interpretatie van de uitspraak van Kok denkbaar, wellicht zelfs meer voor de hand liggend. De Nederlandse sociaaldemocratie is sinds de oorlogse periode vrijwel zonder uitzondering politiek gezien een gematigd centrum-linkse middenpartij geweest. De Christendemocraten en de Liberalen vormden die gehele periode de andere middenpartijen. Een coalitie tussen gematigd centrum-links en gematigd centrum-rechts was evenwel nog niet voorgekomen. Door de geleidelijke acceptatie van het marktdenken in het politiek-economisch debat binnen de sociaaldemocratie was in de ogen van Kok het moment nu aangebroken om een paarse coalitie al min of meer normaal te beschouwen. Het afleggen van die socialistische veren was derhalve een strategische keuze van Kok voor extern gebruik. Aldus zowel Ton Mees van de NRC en onze eigen Joop van den Berg. Dus Kok was natuurlijk ook een strateeg. Ook politiek een groot strateeg. De verandering in het politieke debat weerspiegelde zich ook binnen de economische wetenschap. Belangrijk voor het arbeidsmarktbeleid was het verschijnen van de zogenaamde jobs study. Nooit van gehoord, leest u dat stuk. Het is zo te krijgen via Google. De jobstudie van de OECD in 1994 en de grote invloed die deze studie had op het beleid. In die visie kreeg de marktwerking alle ruimte en obstakels in markten, waaronder ook de arbeidsmarkt, resulteerde in toename van de zogenaamde natuurlijke werkloosheid. Alfred heeft hier uitvoerig over gesproken vanmorgen. De zogenaamde NAIRU. Verwijderen van obstakels, zoals onder meer een ruimhartige sociale zekerheid en een actief arbeidsmarktbeleid, was derhalve het advies van de OECD. 1994-1998 was Kok 1. Bij de formatie van Kok 2 in 1998 heeft de VVD bedongen dat de oorspronkelijke melkerbaan zou worden omgezet in een instroom- en een doorstroombaan, de I- en D-baan, u weet het nog. Waarmee het permanente karakter van de melkerbaan direct al werd aangetast. Dat is toen onvoldoende gezien. Onder Kok 2 werd verder een IBO-werkgroep ingesteld. IBO betekent een interdepartementaal beleidsonderzoek, die het vigerende arbeidsmarktbeleid onder de loep zou nemen. De uitkomsten van dit onderzoek, het rapport Aan de Slag, sloten nagenoeg volledig aan bij de inmiddels internationaal ontwikkelde visie op de werking van de arbeidsmarkt en op de daarmee samenhangende terugtredende rol van de overheid, zoals beschreven in deze jobstudie. Dit betekende de politieke nekslag voor de melkerbanen. Dat was toen 2001. Afbouw van de financiering van de ID-banen vond plaats vanaf 2002. Weet u wie de laatste nekslag gaf in 2002? Weet u het nog? Staatssecretaris Sociale Zaken? Precies. Onze huidige demissionair premier Mark Rutte. Ah, geen actieve herinnering meer natuurlijk. Individuele gemeenten konden zelf keuzes maken over de fasering van die afbouw, op voorwaarde dat de gemeenten dan zelf die ideebanen zouden blijven financieren. Ik prijs me gelukkig dat mijn huidige gemeente Groningen
daar geweldig tegen heeft gevochten. En ik meen dat pas in 2010 of 12 de laatste ideebaner is ontslagen of met pensioen is gegaan in Groningen. Dus tot die tijd heeft Groningen zijn verantwoordelijkheid genomen. Ik had het over de OECD zo net. Het is overigens interessant nu te zien dat de OECD de afgelopen jaren veel meer aandacht schenkt aan de positieve rol van actief arbeidsmarktbeleid door de overheid. Laten we dat ook niet vergeten. Heb ik al later. Oh ja. Ik begon met de opmerking dat de melkertbaan in tegenstelling tot vele beweerden en sommigen nog steeds beweerden een succes is geworden. Een groot succes zelfs. En het is hoogst noodzakelijk dat deze vorm van baancreatie, creatie van additioneel, fatsoenlijk en maatschappelijk nuttig werk, waarvoor op de reguliere arbeidsmarkt geen belangstelling is, opnieuw wordt ingevoerd. Onze partijen zijn al lange tijd voorstander van basisbanen, maar een harde politieke strijd en een harde politieke inzet om die baan daadwerkelijk in te voeren, wordt absoluut nodig gemist. Meer actie van de kant van de partijbesturen en van de parlementariërs, alsjeblieft. De melkertbaan was succesvol vanwege een drietal samenhangende kenmerken. Let erop. Banen worden gecreëerd voor langdurige werklozen met de bijstandsuitkering die kansloos waren op de reguliere markt. Die banen werden gepositioneerd bij de overheidssectoren, waardoor de overheidsdienstverlening zou verbeteren. En deze banen waren permanent. En ten derde, de bespaarde uitkeringen werden benut als deelfinanciering van de melkertbaan. Dit is een belangrijk recept voor het ontwikkelen van maatschappelijke meerwaarde als gevolg van deze vorm van baancreatie. Punt 1. Uitkeringen worden verloond, zoals dat heet. Banen zijn maatschappelijk nuttig en uitkeringsgerechtigden zonder uitzicht op werk krijgen een permanente baan. Tegenwoordig schatten wij de maatschappelijke waarde nog hoger in dan enige decennia geleden. Omdat wij inmiddels weten, op grond van een overdaad aan empirisch onderzoek, dat fatsoenlijk werk gezond is en gezond maakt. Zowel lichamelijk als mentaal. En dat werken dus ook impliceert dat minder zorgkosten gemaakt worden. Maar er is nog meer dat pleit voor werk boven uitkering. Hans Borslap, wie kent hem nog, van de Commissie Regulering van Werk, heeft reeds in 1988 opgemerkt dat een groot nadeel van langdurige uitkeringen is dat mensen worden verwaarloosd. Die opmerking 1988 is buitengewoon interessant, want wij, natuurlijk en terecht, wij vinden het prachtig dat wij een verzorgingsstaat hebben. Dat mensen zonder werk en zonder inkomen een gegarandeerd inkomen krijgen. Bijstand of WO, noemt u het maar. Maar dit aspect, wat vele jaren voor veel mensen gebeurt, dit aspect, elke week of elke maand een cheque uitschrijven door de sociale dienst en sturen naar de Giro-rekening, 1 keer per jaar een brief krijgen, als je geluk hebt van de sociale dienst. Ik heb er gewerkt, ik weet het precies. Dat geldt voor, ik denk, 80% van de mensen in de sociale dienst. Dat noemt Hans Borslap verwaarlozing. Professor Schuit gaat nog een stapje verder. Die sprak in 1996 over sociale overbodigheid van grote groepen werklozen in een uitkering. Sociaal overbodig gemaakt door verwaarlozing. Geen activering, geen begeleiding, aan hun lot overgelaten. Schuit merkt op dat deze burgers geen burgers meer zijn. Geen gelijkwaardig burgerschap is een komende bedreiging voor de democratie. Aldus Schuit in 96. Waarom zou dit vandaag de dag anders liggen? We hebben de mond vol van leven lang leren, leven lang ontwikkelen. Voor deze groep van langdurig werklozen, Borslap en Schuit zouden zeggen, voor deze groep geldt dit bepaald niet. Beste mensen, hoe gaan we de landelijke basisbaan invoeren? Als de goede besluiten eenmaal zijn genomen.
In het blad S&D van onze W.L.E. Beckman Stichting, jaargang 2020, nummer 5, hebben mijn collega Muisken en van de Universiteit Maastricht en ik een artikel geschreven getiteld Geef mensen recht op werk. Dit artikel is een sterk bewerkt en sterk ingekorte versie van ons uitvoerige rapport over de Melkerbaan. In dit artikel beschrijven we een stapsgewijze plan, een plan voor een geleidelijke, stapsgewijze invoering van een werkgarantie voor iedereen. Stapsgewijs, omdat bij een dergelijke forse systeemwijziging, u kunt het zich voorstellen, het credo dient te gelden van fasegewijs ontwikkelen, experimenteren, leren en aanpassen. We hebben met de Melkerbaan gezien, het klopt helaas niet anders, dat wanneer je een groot systeem in één klap doorvoert, dan moet je alle problemen naderhand allemaal op zien te lossen. En dan loopt het uit de hand. Dus bij grote systeemwijzigingen, stapsgewijs, leren, ontwikkelen, innoveren. In de conferentiemap vindt u een uiteenzetting door Louis Plas, waar zit Louis? Louis, van de hoofdlijnen van een werkgarantie voor iedereen. Dat is niet van mijn stuk, maar dat heeft Louis zelf geschreven. Dus lees het als een programma dat zich helemaal heeft ontwikkeld nadat er stapsgewijs is ingevoerd. In die zin kunt u mijn verhaal koppelen aan het artikel, het stuk van Louis in de conferentiemap. Nu tijd om de overstap naar de gemeente te maken. In de jaren na de geleidelijke afbouw van de Melkerbanen hebben enkele gemeenten bij afwezigheid van landelijke regelingen gezocht naar eigen financiële mogelijkheden om langdurig werkloze burgers passend werk te bezorgen. Zo is Amsterdam in 2016 gestart met de werkbrigade. Additionele banen voor ongeveer 500 uitkeringsgerechtigden met grote afstand tot de arbeidsmarkt. Den Haag heeft in 2017, Louis heeft me daarover verteld, de STIP-baan geïntroduceerd. STIP staat voor Sociaal Traject in Perspectief. Eveneens additioneel werk voor uitkeringsgerechtigden met afstand tot de arbeidsmarkt. In beide gevallen prima projecten, maar het zijn geen basisbanen, want het zijn tijdelijke aanstellingen, zoals zo vaak gebeurt, afgelopen decennia, bedoeld om aansluitend de stap naar regulier werk te kunnen maken. Velen kunnen dat niet. En strikt genomen zijn dit dus reïntegratie-instrumenten. Een echt basisbaanproject, alle lof voor Groningen, is begin 2020 in Groningen opgestart na een grondig vooronderzoek naar de haalbaarheid van basisbanen. Die banen, beter gezegd de verrichte werkzaamheden, zijn door wijkorganisaties aangedragen en bevatten taken waar de wijk behoefte aan heeft en die de leefbaarheid in die wijken en dorpen van Groningen bevorderen. Uit combinatie van die taken hebben we vervolgens de basisbanen ontwikkeld. De ambitie van Groningen was bij gebleken positieve uitkomsten om permanente aanstellingen op basisbanen te realiseren. Ik ben geloof ik halverwege. Je staat dus... En het wordt nog interessanter. Het experiment van 3 jaar is van meet af aan gemonitord door onderzoekers van de Hanze Hogeschool en onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen. Ik loop even systematisch met u door naar de onderzoeksdesign. Dan weet u welk belang we hechten aan een goede voorbereiding van het ontwerp basisbanen. De hoofdvraag luidde, zo'n hoofdvraag geldt eigenlijk voor alle projecten die binnen de economie een bepaalde betekenis wensen te hebben, hebben de basisbanen in Groningen toegevoegde waarde als arbeidsmarktinstrument. We zien vanuit de behoefte van de deelnemers, dus de werkers. We zien vanuit de behoefte van de wijken, bevordert het wel de leefbaarheid. En we zien vanuit het functioneren van de arbeidsmarkt als geheel. Dat is de hoofdvraag. Daaronder zijn een 6-tal deelvragen onderzocht. Punt 1. Is het überhaupt gelukt om basiswaarden tot stand te brengen? De banen worden je niet aangedragen. Zo werkt het echt niet. Is het gelukt om aanvullende taken uit die wijken aangedragen te krijgen? Dus geen verdringing. U weet dat begrip is heel heftig.
Als het een verdringing is van regulier werk, dan is het fout, overbodig of inefficiënt, kun je het ook noemen. Worden de banen uitgevoerd door de beoogde doelgroep? Dat is ook heel belangrijk. Dat geldt voor elke vorm van subsidie door de overheid. De overheid beoogt iets met de subsidie, maar wordt de subsidie gebruikt voor de groep waarvoor die bedoeld is? Dat geldt hier ook. Is de geboden begeleiding en ondersteuning vanuit de verschillende partijen voldoende? Of meer dan voldoende, of juist minder? Ten vijfde, zijn er aanwijzingen dat de basisbaan het welzijn en maatschappelijk functioneren van de deelnemers ten goede is gekomen? Het is punt 5 en misschien wel punt 1. En tenslotte, de moderne vraag die eigenlijk bij elk project gesteld moet worden. Wat zijn de maatschappelijke kosten en de maatschappelijke opbrengsten van de basisbaan? Deze vragen konden in dit project, u zult misschien niet verrast zijn, volmondig met ja worden beantwoord. Ik zal kort ingaan op enkele vragen. Worden de basisbanen uitgevoerd door de beoogde doelgroep? In ons experiment is zeer zorgvuldig geselecteerd op de beoogde doelgroep. Het gaat om mensen die graag willen werken. Daar begint het mee. Je begint niet met kennismaking met iemand en vraagt bij de sociale dienst van wil je werken of niet. Dat doe je niet. Dat doe je pas aan het eind van een gesprek. Je moet een goed gesprek voeren. En misschien wel meer gesprekken voeren. Het gaat om mensen die uiteindelijk graag willen werken. Parttime of fulltime. Maar die geen kans meer maken op de reguliere arbeidsmarkt. En geen kans meer maken, dat is een verhullend begrip. Want wat zit eronder? Vaak geprobeerd. Reïntegratietrajecten. Veel gesolliciteerd, zonder succes. De beoogde doelgroep. Arne, je bent te laat. Mijn zoon wilde me graag horen vandaag. En die woont in Den Haag, dus die kon zo aanschuiven. Maar je hebt nog even. Dus vaak geprobeerd, reïntegratietrajecten, veel gesolliciteerd, zonder succes. De beoogde doelgroep, langer dan 3 jaar in de uitkering. Let op, de gemiddelde duur van onze basisbanen is 8,5 jaar. 8,5 jaar in de uitkering. Sommigen 15 jaar, anderen 3. Geen vrijstelling van arbeidsplicht. Hè? Nog steeds geen vrijstelling van arbeidsplicht. Dat zegt iets over de professionaliteit van de sociale dienst. Het gebeurt maar al te vaak dat als mensen een reïntegratietraject krijgen en het lukt niet, dat een consulent dan schrijft, vrijstelling arbeidsplicht, veel te snel, aantoonbaar grote afstand tot de arbeidsmarkt en geen enkele kans meer op de reguliere markt, een relatief hoge leeftijd, gemiddeld 54 jaar, een lage opleidingsniveau, langjarige uitkeringen, 8,5 jaar gemiddeld, veel belemmeringen. Opsomming is nog niet rond. Lichamelijke en psychische klachten. Een flinke groep heeft schulden. 2/3 zat behoorlijk stevig in de schulden. Leeftijdsdiscriminatie speelt een rol volgens de deelnemers zelf. En dat weten we natuurlijk ook uit ander onderzoek. De conclusie is, in onze moderne hoogtechnologische arbeidsmarkt levert een hoge leeftijd in combinatie met een lage opleiding. Lichamelijke klachten en een beroerd cv. Ik heb uiteraard alle mensen gesproken. Sommigen zijn tegen me vroeg, mag ik je cv zien? Casey wil het niet weten. Ik stuur het niet meer naar een werkgever. Als een werkgever dit leest, dan zegt hij gelijk andere cv. Een beroerd cv en in een hoogtechnologische samenleving levert die combinatie met lichamelijke klachten en beroerd cv dus geen enkele baan meer op. De basisbaan is kortom een gewenst, zo niet noodzakelijk, aanvullend arbeidsmarktinstrument. Over de geboden begeleiding en ondersteuning, een paar opmerkingen. De deelnemers zijn gedurende de gehele periode begeleid door professionele jobcoaches, voor en rond het werk, en door professionele participatiecoaches voor ondersteuning op alle levensgebieden. 3 jaar lang zijn ze natuurlijk niet dagelijks, maar wekelijks enkele keren, gevolgd door de jobcoaches
En regelmatig ook gesproken met de participatiecoaches. Die een telefoontje kon plegen naar de schoolbemiddeling. Of naar een huisarts of naar een psychiater. En zo is het 3 jaar lang gegaan. En met name kunnen we noemen het werken aan het oplossen van de schulden. En onze conclusie was eigenlijk al vrij snel in het project. Een langjarige begeleiding is voor velen gewoon noodzakelijk. Volgende punt over het welzijn en het maatschappelijk functioneren van de deelnemers. Op 3 momenten gedurende de werkperiode hebben de deelnemers een vragenlijst ingevuld over hun welzijn en hun mate van zelfredzaamheid. En in de laatste maanden van het project hebben we de deelnemers en hun begeleiders, uiteraard afzonderlijk, uitvoerig kunnen spreken. Hieruit blijkt overduidelijk dat over de hele linie een stevige verbetering van het welbevinden van de deelnemers kon worden geconstateerd. En wat ons met name frappeerde in de verbetering naar eigen zeggen en volgens de begeleiders ook, was het ontwikkelpotentieel van de deelnemers. De deelnemers zelf spreken van een grotere tevredenheid met hun leven, van duidelijke persoonlijke ontwikkeling. Men participeert, doet weer mee, kan weer deelnemen aan wat wij iedereen toewensen. Namelijk een leven lang leren, ik noemde het in het begin, en een leven lang ontwikkelen. Er was iemand die tegen ons zei, Kees, ik weet nu hoe ik met mensen moet omgaan. Moet je voorstellen? Een vrouw van 50. Ik kan met mensen omgaan. Het is me gelukt. Je valt toch achterover van je stoel als je zoiets hoort. We hadden een jonge man, een dakloze, woonachtig in Delfzijl. Maar er was geen nachtopvang, die is naar Groningen gegaan, dat heb je, een grote stad trekt dat aan. Als 3 jaar was hij dakloos geweest en had een ongelooflijke schuld gekregen. Waarom? Hij zat 's avonds vaak in een portiek, flesje bier, komt er een agent langs, bekeuring. Dus na 3 jaar kan het aardig oplopen. Die zei nu tegen me na een jaar, zei hij, Kees, ik weet niet wat me overkomt, ik heb een huisje in de wijk. En mensen groeten me gewoon. En ik voel me prima. En nu kan ik thuis kan ik een flesje bier drinken. Nou, dat zijn wonderschone gebeurtenissen uiteraard. Kees, wil je gaan afronden? Nou. Want ik krijg een ontzettend trek in bier namelijk. Ja, ik ga afronden. Eerst even de maatschappelijke opbrengsten en maatschappelijke kosten. En dat is buitengewoon interessant, ook voor de landelijke aanpak. Je moet een onderscheid maken tussen de financiële kosten en opbrengsten en de maatschappelijke kosten en opbrengsten. Voor de gemeente Groningen was het een last, dat kun je je voorstellen. Mensen uit de uitkering halen, dan verloon je natuurlijk de uitkering, maar het bruto loon is veel hoger. Het is niet alleen maar het netto loon. De gemeente krijgt een netto uitkering van Den Haag. Maar de gemeente moet als loon betalen de bruto uitkering. Netto loon plus belastingen. Dat is een fors verschil. En de gemeente betaalt de begeleiding. De begeleidingskosten door de jobcoaches en de participatiecoaches. Dat tekort wordt kleiner omdat we alle basisbaners, voor alle basisbaners hebben we een loonwaardemeting toegepast. Dat is niet helemaal comme il faut, want dat geldt voor een andere groep, een andere doelgroep, hè, de voormalige SW-deelnemers. Maar de loonwaardemeting was gemiddeld 60% van het totale loon. Dus 40% zeg maar afgekeurd. Althans 40% minder tempo, lagere loonwaarde. Per saldo is dan de basisbaner winnaar, want het netto loon is substantieel hoger dan de netto uitkering. Maar nu de maatschappelijke opbrengst en maatschappelijke kosten. Die redenering van zojuist is wel correct, maar is wel onvolledig. We moeten ons namelijk afvragen hoe we het werk, liever gezegd de productie van de basiswaardes, beoordelen. En liefst in waarde uitdrukken. Hoe doen we dat? Misschien weten we dat niet. Degenen die iets aan economie hebben gedaan, die weten het wel. De waarde van werknemers in bedrijven wordt bepaald door hun productie. En ze krijgen meestal een loon dat laag ligt, anders is er geen winst en geen overschot. Wat is de waarde van de overheidsproductie? Wat denkt u? Hoe wordt dat vastgesteld?
Het is simpelweg de afspraak dat het betaalde loon aan de ambtenaar gelijk is aan zijn waarde voor de, aan zijn productiewaarde. Dus op het moment dat de gemeente of de overheid een aantal ambtenaren in dienst neemt, of een nieuwe wet uitvaardigt met nieuwe taken, dan stijgt de productie van de overheid. Dat is algemeen erkend. Wat hebben we hier dus gedaan? Basisbanen komen in dienst van de gemeente. Ze doen maatschappelijk nuttig en zinvol werk. De leefbaarheid is vergroot. Dus wat is hun productiewaarde? Wat zij verdienen? Het minimumloon. Maatschappelijke opbrengst wordt over het algemeen vergeten. Maar logischerwijs moet je dat erbij optellen. Als we zo gaan rekenen, dan komen we tot een netto maatschappelijke waarde. Maar dan heb ik nog niet alles. Ik heb het net gehad over het welzijn verbeterd van de basisbaarders. Dat betekent dat ze, natuurlijk niet voor die 50, maar als je dat uitsmeert over enkele honderdduizenden, dat betekent dat voor die groep dat ze in de toekomst minder zorgkosten maken. En dat ze ook, laat ik zeggen, minder zorgkosten maken omdat ze gezonder zijn. Maar ze maken ook minder gebruik van WMO en GGZ-voorzieningen. Omdat ze ook door het werk en door de regelmaat van het leven minder stress hebben. Nou, ik zal u de rekensommen besparen. Op verzoek van Dick. Ja. Wie geïnteresseerd is, met de zaal gaan doen, Kees. Wat zeg je? Een aantal mensen hebben vragen. En ik wil graag ook wat de mensen in de zaal gelegenheid weten. Ik kom tot een afronding. Ja. Ik slijf er een stukje over. Ik heb het nog niet gezegd dat de gemeente Groningen al voordat het eindrapport beschikbaar was, in februari vorig jaar, heeft besloten om de basisbaan permanent te maken. En het aantal verhogen we nu van 50 naar 250. En dat is dus een enorme betekenis voor de gehele stad. En het is natuurlijk ook een prachtig voorbeeld voor alle andere gemeenten. Nog een klein stukje over de EU en dan stop ik. Heel kort ook eens. Als we deze voorzitter verdrietig. Ja. Kijk, allemaal boze mensen in de zaal namelijk die graag vragen aan jou willen stellen. Een paar opmerkingen over de EU. U kent misschien een van de bekendste pleitbezorgers van de werkgarantie, internationaal. Dat is hoogleraar economie Pavlina Tsjerneva, verbonden aan het instituut, aan het Levy Instituut in de Verenigde Staten aan Bard College. Misschien zegt u meer als ik zeg dat die economen aan Bard College, dat zijn adviseurs van Bernie Sanders. Dan zegt u, oh ja, nu snap ik het. Die heeft een interessant artikel geschreven voor het blad van onze EU-vertegenwoordiging, de zogenaamde FEPS. Dat is de Foundation for European Progressive Studies, waarmee ik Agnes Jongerius ook lid van is. Dit document is getiteld Job Guarantee for Europe, september 2022. Dit artikel zal ik aan jullie sturen. Als jullie dat dan door kunnen sturen, dan kun je dat nazoeken. Daarmee is die EU-discussie over baangarantie versterkt. Er vinden op het ogenblik in enkele Europese landen projecten plaats. Met name in Frankrijk en België zijn er hele interessante projecten. Dat zijn projecten, dat noemen ze buurten zonder werkloosheid. Ze creëren daar overzichtelijke buurten van 5.000 tot 10.000 personen, platteland. En in steden pakken ze wijken. En verenigingen, groepen, die gaan als het ware de deur langs om na te gaan wie er werkloos is. Kort of langdurig. En ze gaan vervolgens proberen, met een grotere groep mensen, ook met het bedrijfsleven, om die mensen die werkloos zijn aan het werk te krijgen. Dus het is dus het project Zero Chômage, hè? 0% werkloosheid in onze buurten. Een prachtig project, waarmee we vanuit Nederland graag zouden willen samenwerken in het kader van een EU-versterking van de Job Guarantee. Dankjewel, Kees. Ten slotte, mensen, ik doe natuurlijk nog een oproep aan jullie. Ja, dat mag nog, ja. Niet alleen aan de partij, maar ik wil jullie allemaal vragen om in jullie eigen woonstad de politiek erop te wijzen
dat de basisbaan op de politieke agenda komt. Als we dat nou allemaal doen, dan heb je kans dat er meer steden zijn dan Groningen, Utrecht, Tilburg, Leeuwarden. Ja, Leeuwarden, daar kom ik binnenkort ook. Assen, Lelystad. Ik vergeet er een paar, maar er zijn veel gemeenten die dat doen. En hoe meer gemeenten dat doen, des te sterker wordt de druk op de landelijke politiek om het ook op te pakken. Succes!